ik kan niet wel goed in de mood komen, in de stemming. Jongens, het was gewoon zweven zonder dat je in de ruimte was. Daarop. Leonardo DiCaprio! Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we naar Cartagena. En het is een nieuwe bestemming voor mij, dus het is echt ontzettend spannend. En ik neem jullie gezellig mee. Hier is mijn big ass koffer, zoals je kan zien. En ik ben onderweg naar Schiphol, dus neem ik jullie allemaal gezellig mee. Officieel is het in Cartagena is het een zesdaagse trip. Maar goed, van die zes dagen dan ben je twee dagen onderweg. Dus één dag heen en nacht terug. Dus ik ben daar echt 4 dagen, zeg maar. Ik ga zoveel mogelijk proberen aan boord te filmen als dat kan. Ligt een beetje aan het team, maar doei! Nou, we zijn net klaar met de checks en zoals je ziet zijn we er helemaal klaar voor. Passagiers kunnen komen, dus let's go, let's fly away. Dit wordt mijn stoel voor 10 uur of 14 uur. Mooie jump seat. Welkom aan boord. Dus we zijn zojuist aangekomen in Bogota. Dit is het uitzicht. En dat is alles wat we zien van Bogota. Want wij gaan nu gelijk weer door. Er komen weer nieuwe passagiers aan boord. Het is helemaal leeg. En dan gaan we door naar Cartagena. En daar blijven we lekker 4 dagen. Yay! Zie ik jullie daar! Zo, goedemorgen vanuit Cartagena. Ik heb echt als een blok geslapen, want ik was best wel moe na zo'n lange dag werken. En ik heb best wel een mooi uitzicht. Tenminste, er zijn best wel veel gebouwen ook. Maar prachtig zo. Met de zee. Ik ga zo lekker even ontbijten. En dan gaan we als het goed is met de hele crew naar een resort of naar een beachclub. Het heet Blue Apple Beachclub, als het goed is. Dan gaan we daar met een boot heen. En dan gaan we echt lekker genieten. Aan het strand. Hopelijk dat het mooi weer wordt. Want ik las wel een aantal dingen dat het misschien gaat regenen. Dus dat hoop ik niet. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb er zin in. Ik zal jullie ook even een klein stukje van het hotel laten zien.
clear as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers, still we die. Serieuze gezichten, diepe gedachtes. We zijn hier op de kamer van Damla. En dit is Cheryl. Hola. En zij heeft veel beter uitzicht dan ik, moet je maar kijken. Oh, strand. Oh, nu ben ik jaloers. We zijn nu aan het wachten op een Uber. En nou ja, goed, zij komt er zo aan. We zijn er helemaal klaar voor. Kijk. Maar wachten nog met een paar collega's en dan gaan we naar een haven. En vanuit die haven gaan we met een boot naar een beachclub. Blue Apple Beach. Dus we hebben er zin in. Het is wel echt heel warm. Af en toe aan het regenen. Af en toe lekker zonnig. Dus nou, we hopen natuurlijk dat het gewoon lekker weer is. En tot zo. Hallo, we zijn er klaar voor. Ja. Lekker op het bootje, we zijn in de haven. Dus, zie ik je op het eiland. Jongens, het is hier echt heel erg gaaf en heel erg mooi in de Blue Apple Beach House. En ik ben echt heel dankbaar dat ik dit allemaal mag zien in het mooie Cartagena, Colombia. En nou, ze hebben net even geluncht, maar ik had echt al zo uitgebreid ontbeten dat ik niet zo'n trek meer had. Maar jongens, kijk nou, kijk nou. Nou, ik kan hier wel goed in de mood komen, in de stemming. Before you forgot what this love really meant to you, the words that I sent to you, now forgotten to you, no matter how hard I try. Roast. Leonardo DiCaprio! Leonardo DiCaprio! Kim Kardashian! Kim Kardashian! Kim Kardashian! Underboss!
dag 2 in Cartagena. Vandaag was het plan om even het mooie oude centrum te gaan bekijken. Sowieso, gisteren waren we al uit eten in het oude centrum. Maar ja, natuurlijk was het donker, maar het zag er echt al super mooi uit, vond ik. En ik ben heel erg benieuwd hoe het er met daglicht uitziet. Dus dat is een beetje het plan van vandaag. Het is echt heel tof, want het is echt een soort van poort waar je ingaat. Met een soort van, ja, muur, echt een oude muur. Dan ga je daar naar binnen en dan heb je echt, ja, de oude wereld van de stad. Echt helemaal tof. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga natuurlijk weer zo eerst even ontbijten. Dat zit er lekker bij in voor ons als crew. Dus dat is echt een heel erg leuk zat. Daar zit. Het is zo mooi bij het Infinity zwembad. Kijk je zo naar de zee. Het is... Ik voel me zo luxe en dat ik daar mag zitten. En ik echt denk, wauw, oh mijn god. Wat een leven. Ik kan me wel gewoon even niet voorstellen. Maar goed. Ja, dus ik ga me eventjes aankleden. En even douchen. En dan ga ik even lekker naar beneden en wat ontbijten. Met de rest van de crew. En weer gezellig daar zitten. Oh ja, en dit keer ga ik proberen... om een beetje van het ontbijt te filmen. Dat is natuurlijk ook wel leuk, de ontbijt al. Dus ja, neem jullie gezellig mee. Nou, we zitten nu weer in een Uber. We zijn hier weer met z'n drietjes. Hallo! Tanda! Harney is there in the front. En nou, we zijn er nog 2 andere collega's die ook gezellig meegaan. En die meeten we dan daar. En nou ja, ik neem jullie gezellig mee met door het oude Cartagena. Het staat vandaag op de planning, dus. Gezellig samen eten, hè? Heel gezellig. Pizza's zijn hier al bijna op. Ja. En wij moeten wel beginnen. Zo jongens, goedemorgen. Dit is alweer dag 3 van Cartagena. Nou, ik ben even al snel onderweg naar de ontbijtzaal. Want vandaag hebben we een spannende dag. Ik heb mijn bikini alvast aan. Want wat gaan we doen? We gaan vandaag in een modderbad. In een natuurlijke modderbron. En dan worden we lekker gepamperd. En dan kunnen we massages doen. En daarna gaan we ook kanoën door de mangroves. Dus het wordt echt een spannende, actieve dag. Hallo. En ik heb er ontzettend veel zin in. Dus ik zie jullie daar. Ik ga even lekker meenemen. Nothing for me, I can't handle the opportunity. Jongens, het was gewoon zweven zonder dat je in de ruimte was. Daarop. Dit was bizar. Je ging dus in die modder. En
je zweef gewoon. Het was zo raar. Je kon geen bodem voelen, want je bleef gewoon een soort van drijven in die modder. Het is zo dik. Heel bizar, heel bijzonder. Activiteit is kanoën. En het wordt echt super vet. We gaan dus door de mangroves van Cartagena. Het is echt super heet. Dus goed inspireren. Maar ja, heel veel zin in. Kijk, ze liggen al klaar. En dan ga ik zoveel mogelijk voor jullie proberen te filmen. Ah, zo relaxed. Zitten we heerlijk op ons kanootje. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of love and you. Wat smoes je? Stinkt. Ja. Oh, sorry. Het stinkt wel, het is echt heel vies. Dames en heren, we zijn alweer bijna in Amsterdam. En ja, ik heb het eventjes niet meer kunnen vloggen, sorry eerder. Want het was allemaal een beetje chaotisch en hectisch. Maar we zijn er bijna aan het landen. Ik geef je even een mooie uitzicht shot vanuit het raam. We zijn net uitgestapt, loop terug naar het BMC. Ons koffer pakken en dan lekker naar huis. Ik heb net even gedag gezegd tegen alle collega's. Ik zit hier nu op de bus te wachten en dan lekker naar huis. Dus deze trip tot een eind gekomen en we lekker naar huis. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Super, ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn trip, net zoals ik. En spreek jullie thuis nog even. Mijn bus is er. Zo, home sweet home. We zijn weer thuis. En nou, ik normaal zou ik eigenlijk gaan slapen. Maar aan de andere kant, weet je, het is al middag. 12 uur 's middags nu in Nederland. En kijk, eigenlijk denk je wel van oké, ik wil nu slapen, maar ik wil dus nog eventjes deze vlog gaan bewerken. Want het was eigenlijk het plan om het te gaan bewerken terwijl ik eventjes tijd had in Cartagena op mijn kamer. Maar dat is niet helemaal van gekomen, want ik ben natuurlijk mijn oplader vergeten. Lekker handig. Dus nu ga ik het proberen allemaal in elkaar te zetten voor jullie in één dag op vrijdag. Morgen is het zaterdag, is de Gay Parade en daar ga ik heen, dus heb ik eigenlijk geen tijd meer. Dus ja, we gaan het allemaal proberen snel vandaag af te maken. En ik ga mijn best voor jullie doen. Zodat die zaterdag weer op dezelfde tijd online komt op YouTube. Dus nogmaals, ik hoop dat jullie echt genoten hebben. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik kijk uit naar jullie reacties. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En natuurlijk hebben we vandaag ook weer een nieuwe YouTube kanaal shoutout van de nieuwe abonnees die op mij hebben geabonneerd. Wat ik super tof vind. Deze keer gaat er een shoutout naar Demi Snoeyink. Demi, super tof dat je hebt geabonneerd. En heel erg leuk dat je geïnteresseerd bent in mijn vlogs.
En hopelijk blijf je nog heel lang abonnee. Want ik vind het helemaal geweldig dat jij blijft kijken. Heel erg bedankt allemaal. En ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer allemaal zie bij mijn volgende video's. Doei!